Plant- en diersoorten die specifieke eisen aan hun omgeving stellen, kunnen iets zeggen over de kenmerken binnen het gebied waarin zij voorkomen. Ze worden daarom ook wel indicatorsoorten genoemd. De rugstreeppad bijvoorbeeld is afhankelijk van kale, voedselarme en het liefst droogvallende poeltjes om zijn eisnoer in af te zetten. In oudere poeltjes met meer voedingsstoffen en vegetatie leven ook andere organismen, zoals wansen en insectenlarven. Deze eten de larven van de rugstreeppadden op. Ook zijn er andere amfibiesoorten, zoals de gewone pad en de bruine kikker, die hier hun eitjes in afzetten. Welk effect zal de aanwezigheid van andere padden- en kikkerlarven hebben op de ontwikkeling van de larven van de rugstreeppad? De rugstreeppad is vrij laat in het afzetten van zijn eitjes. De larven van de gewone pad en de bruine kikker zijn dan al veel verder in hun ontwikkeling. De aanwezigheid van andere padden- en kikkervisjes zorgt hierdoor voor concurrentie in ruimte en in voedingsstoffen. Hierdoor zal de ontwikkeling van de rugstreeppad langzamer gaan.